de Jan Vermeerlaan in Roosendaal. Dit soort flats zijn dat. Ik ga toch eens even kijken, want men zegt, ik hoor hier dat dit een beetje de ghetto van de Westrand is. Hier deze flats, veel drugsoverlast, veel afval, veel ellende die hier in deze flats zijn. Ik denk daar loopt een mevrouw, eventjes vragen. Mevrouw, hallo. U woont in de Jan Vermeerlaan? Ja, dat klopt. Ja. Is dat nou inderdaad zo'n ghetto, als dat ze zeggen? Eigenlijk zou je het er wel mee kunnen vergelijken, denk ik. Ja. Het is niet een doorsnee rustig buurtje hier. Het is geen doorsnee rustig buurtje. We zien ook een portiek, zomaar een portiek. Voorbeeldje, allerlei spullen, ja. En allerlei rotzooi. Wat merkt u van de overlast? Veel rotzooi, veel onrust op straat. Vooral 's avonds, 's nachts. Wanneer je eigenlijk denkt het is rustig, nou dan gebeurt er hier van alles en toch eigenlijk niks. Nee. Een gevoel van onveiligheid heb ik hier vooral. Ja. 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 Nou goed, een gevoel van onveiligheid in Jan Vermeerlaan. Ik loop weer eventjes verder. Ja, prima. Ja, nog eventjes naar de laatste der Mohikanen. Paul had het er al over, de slager hier op de Rembrandt Galerij. Meneer, u bent de slager hier. Al 40 jaar, meneer, zitten wij hier. Maar u bent dus wel de laatste der Mohikanen. Die hebben het heel lang volgehouden, hè? Dat weet je. Hè? Ja. Dus, hoe is dat om nog hier op deze winkelgalerij te zitten? Want de rest is allemaal toch waterpijpcafé of kebabzaak. Nou, niet allemaal. Hè. We zitten nog wel een kleine variatie in het aanbod van winkels. Een beetje te kort door de bocht. Beetje kort door de bocht. Ja. En we worden toch door heel Roosendaal bezocht. Van alle wijken komen ze nog bij ons in de winkel. Dus het is niet zomaar een achtergebleven gebiedje van Roosendaal aan het worden. Nee. De slager weet alles, hè? Dus hoe is de Westrand? Wat is het voor wijk? Wat de Westrand voor wijk is een goede, leefbare wijk. Met kleine probleempjes zoals die in iedere wijk in Roosendaal en in Nederland voorkomen. Ja, maar kleine probleempjes, maar nou ja, is dat wel zo? Dat is wel zo, ja. Ja. Je moet de boel ook niet overdrijven, zeg ik altijd. Als je hier op de galerij loopt, dan heb je weinig of geen overlast. We zijn in de Frans Halslaan in de Westrand. Als je hier de straat doorrijdt dan met de bocht rechts, dan kom je op de kade. Wel een bekend stuk in Roosendaal. Ik ga proberen hier eens aan te bellen om te kijken wat zij eigenlijk van hun eigen Westrand vinden. Ik hoor al blaffende hondjes. Goedendag mevrouw. Hey. De Frans Halslaan in de wijk Westrand. Ja, dat klopt. Nummer 67. Ja, maar wat is dat eigenlijk de Westrand voor u? Wat is het? Is het een beetje een leuke wijk? Ik zal heel even de honden wat afzetten. Ja, de honden even. Doe maar even zo de deur zo. Ja. Het zijn wel hele hard blaffende honden. Ja, ze bijten niet. Nee, ze bijten niet, hè? Is dat een beetje ook wat de Westrand is? Wel hard blaffen, maar niet bijten? Oei, dat vind ik moeilijk. Ik ben heel bang dat ze bijten. Ja? Ja, toch wel. Wat vindt u van de Westrand? Vindt u het fijn wonen? Het is hier schitterend wonen qua locatie. Het is 5 minuten loopafstand naar het centrum. Je bent, het centrum is daar, hè? Dat is die kant op, de kade vooral. Ja. Kade en de stad. Je bent op loopafstand van de Westrand van de galerij. Ja. Ja, want die galerij zit dan weer daar, hè? Dus daar, dus dat is ideaal. Ja. Snelweg, ja. Dan ben je zo. En verder, ja, je hebt hier ontzettend leuke straten. En de overlast, want Jesse Klaver noemt het een probleemwijk. Ja, de overlast die is er wel. He, als je gewoon heel even daarheen kijkt, dat is toch wel een... Flats hier? Ja, die flats hier. Daar begint het dan, hè? Daar ben ik net ook geweest, Jan Vermeerlaan, die flats. Ja, dat is... Een beetje een ghetto. Weet je wel, ja. Ja, als je daar langs loopt, dan heb je toch niet een... Beetje onheimisch. 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 Een mooi Westrands woord. Ja, echt. Goed. Ik maak nog even een rondje. Ja, dat is dank goed. U wel. Doe even een ja. Ja, succes met het meelopen. Of? Nee, is goed zo hoor. Oké. Okay. Succes ermee. Ja, dag hè. Tot zo, dag. Nou, dit is van het buurthuis een hal waar ook wel gesport wordt. En bijvoorbeeld de kindervakantieweek. Flor, jij bent van Sportservice Noord-Brabant. Jullie zijn bezig met sportgerelateerde dingen aan het opzetten hier in de Westrand. Hè? Lukt dat een beetje? Ja, dat klopt. De afgelopen 2 jaar ben ik al bezig geweest met buurtsportactiviteiten hier in de wijk op te zetten. Voornamelijk gericht op kinderen van de basisschool. Dit jaar hebben we besloten om in samenwerking met basisschool De Appel een schoolsportvereniging op te richten.
De kick-off daarvan is vorige week maandag geweest en de activiteiten gaan volgende week starten. Zijn het dan klassen vol met Turkse en Marokkaanse kinderen of zitten daar ook gewoon Nederlanders tussen? Daar zit van alles tussen. Vorige week hoorde ik toevallig. Vorige week is op de Appel leerling ingeschreven en dat is de 22e nationaliteit van kinderen die op de Appel is. Dus Nederlands, Turks, Marokkaans, Somaliërs, noem maar op. Alles zit er tussen. Alles komt. En zijn ze een beetje sportief? Wil de Westrand een beetje aan de sport? Westrand wil zeker wel sporten. Kinderen willen heel graag sporten. Het probleem alleen in de Westrand is dat er heel weinig sportverenigingen in de wijk zelf zijn. Vandaar dat wij proberen om sport dicht bij huis aan te bieden. Voor alle leeftijdsgroepen van de basisschool. Ja Jesse, een probleemwijk? Daar geloof ik niet in. Het is wel een wijk met problemen. Een hele volkse wijk met heel veel nationaliteit. Ik hoorde net dat op basisschool De Appel de 22e nationaliteit ingeschreven is. Ja, er is wel wat werk nodig om dit ook weer helemaal op de rit te krijgen, deze wijk. Maar een probleem lijkt, dat vind ik het niet. Maar ik hoop dat je wel veel zetels wint, hè? Want anders heeft het niet gewerkt.